Zeg maar, ik hoor u niet op de stream, zo. Nee. Hoort iemand kaart praten? Ja, zie Bouchard mic muted? Nop, nee, ja. Dus ik en Niels zijn gewoon aan het praten. Oké, hoor je mij nu? Of dat je mij hoort? Ja, we horen nu. Ja, we horen nu. Oké, ik zit niet mee. Ja, oké, de goede micro niet dan, hè? Ja. Alright, wow. Welkom, waarde kinderen van het internet, bij Vette Geklap, nog steeds een echte show met echte mensen over echte dingen en al die zever. Ik ben hier vandaag opnieuw als uw favoriete kwartiermeester en het panel bestaat uit Pim Verheijden, nog steeds geen familie van, zeg eens dag. Dag. En Niels, de eerste vrouw op de lijst van onze nieuwe partij, de Kwartierpartij. Hoi jongens. Klinkt ze niet aantrekkelijk. Geweldig, hè. We gaan het vandaag hebben over ons beleidsplan. Ik heb een kort video gemaakt om te tonen waar dat het politieke landschap momenteel in Vlaanderen staat. 26 mei om precies te zijn, trekken we weer naar de stembus om een nieuw Vlaams, federaal en Europees parlement te kiezen. N-VA blijft dus afgetekend de grootste partij. Daarna krijg je eigenlijk vier partijen die ongeveer even groot zijn. En dan zijn er nog de twee meer extreme partijen. Gaan allebei vooruit. De kans om de eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen te kiezen. Een vraag van heel veel mensen. Er zijn heel veel budgetten extra nodig. Dag! Te tolerant betekent morgen vreemd in ons eigen land. 20 keer meer impact dan alle maatregelen van de Vlaamse regering van de voorbije 10 jaar. Angst slaat mij om het hart. Voilà, ik hoop dat dat niemand ingelicht heeft, want er zijn wel betere bronnen dan het vette kwartiertje. Maar goed, we gaan het vandaag hebben over ons beleidsplan. We hebben hier op de Discord besloten dat zodra de pizza klaar is, we gaan deelnemen aan de verkiezingen. Vuile nazi-vlag. Kijk, dat is al direct iemand. Iemand die gefascineerd is door nazi's, die dat ziet als een nazi-vlag. Want uiteindelijk zijn daar gewoon nog wat lijnen, hè. In een kruis, met een bol in. Geen hakenkruis, hè. Dus we laten die staan. De naam van onze partij is Kwartierpartij. Wij zeggen wat u wilt, ook als u het niet wilt. Wie heeft dat toegevoegd, kinderen? Wie van jullie heeft dat toegevoegd? Ik vind dat heel mooi. Zo is het. Ik vind dat heel mooi. Dat was een kick. Maar okay, dat was ook goed, samen met mij, zo. Zie, nee, ja, maar jij moest zwijgen. Niels, dit is waarom dat jij de eerste vrouw op de lijst zit. Laten we ons team even voorstellen. Vlad is hier momenteel niet. Maar dus Niels, je bent de eerste vrouw op de lijst. Ik ga jullie denk ik nog gaan schieten, hè? Zeker. Sorry? Is Vlad niet nog gaan schieten? Ah ja, dat kan zijn. Die moet daarvoor trainen, hè. Voor als de socialisten komen, hè. Ja. Eerder de communisten, hè. Dus ik ben... uw Vlaams eerste minister-president, dan hebben we alles, maar ik ga daar nog... Pimmeke, zet daar een keer het woord, nee, ik doe het zelf wel, Maximus achter, want dat maakt alles beter. Dus Kaar, de eerste Vlaamse minister-president Maximus. Niels is de minister van Vrouwenzaken en Zuip, want hij heeft daarom gevraagd. Pim, jij bent minister van Asiel en TNUL. We zullen u zelf laten raden waarvoor dat TNUL staat, maar we zullen niet verklappen. En Vlad is dan minister van Financiën en Loesje Zaakskes. Ja, die twee horen samen. Nu goed. Hoe gaan we Vlaanderen verbeteren? Ik ben een kind van de jaren 90, dus ik vind dat een partij toch wel een 70-puntenplan moet hebben. We hebben 70 punten, maar het is nog lang niet allemaal ingevuld. Dus misschien maken we er een 7-puntenplan van. Maar laten we beginnen in Vlaanderen. Hoe kunnen we Vlaanderen verbeteren? En die vraag is voor het panel, maar ook voor de kijkers. Wat willen jullie zien veranderen in Vlaanderen? Veel.
Dat is goed. Alles. Alles. Bruine buiten. Ja, maar zo niet, hè. Alles moet kapot. Bruine buiten? Nee, nee, nee. Ik vind dat bruine mensen ook een politiek zegje mogen hebben. Je mag die niet proberen het zwijgen op te leggen of je zult gememd worden. Dus nee, bruine mensen ook welkom. Meer kerncentrales. Vlaanderen en eigen land. Meer kerncentrales, maar dat is België, hè? Dat is niet enkel Vlaanderen. Wacht. Toch? Onze minister van Energie, dat is die linksandige Waalse. Ja, ik noem die linksandig voor overduidelijke redenen. Is daar iets mis mee? Die heeft geen rechterarm. Oh, wat een pinaalvloegom. Ja, ja, kijk, ik weet niet wat daarmee gebeurd is, maar dat is heel triest. Maar die heeft maar één arm. Oké. Iemand zegt hier ook, Vlaanderen moet een kernmacht worden. Een kernmacht? Ja, we hebben een kernwapen. Nee, maar ja, die zijn niet van Amerika. Ons. Ja, maar als je dat gewoon zegt van, we zijn ze kwijt, en je steekt dat gewoon in een zak. Nou, we zitten daar een ander vlaksknop. Kaar misschien ook. Cannabis legaliseren. Dat vind ik een goeie. Ja, die zet ik er sowieso op. Gek gras. Wat is de officiële term? Ja, cannabis zeker. Maar Vlaanderen zou dat niet in België doen? Ja, Walen willen ook paffen. Of Europa? Of de wereld? Ja, dat de Duitsers kunnen mij niet schelen. Kar, misschien ook de speech bubbles zetten naar onze channel. Want nu staat Urbij daar zo eenzaam en alleen. Ik heb het gezien. Ja. Ik heb het gezien. Weet je hoe dat komt, Niels? Omdat jij op het einde nog zei, oh kom, we gaan rap veranderen van voice channel. En nu staat dat allemaal fout, hè? Graag gedaan. Voilà. Ik heb het opgelost. Het is in orde. Dus voor zij die het niet doorhebben, fake profit is Niels. Wat, Urbain zit hier ook in. Oh ja, wacht. Ik zal mijn naam veranderen naar Niels. Dus dat gaat. Waar? Ergens. Mag Urbain erin of niet? Hij mag luisteren. Allee, hij mag luisteren. Kindjes moeten zwijgen. Ik heb zelfs een speciaal kindje. Hij is een speciaal kindje. Urbain. Wat zegt hier nog allemaal? Bart Meesen zegt super. Ik wil misschien, moeten we iets over mede-YouTuber Bart Meesen in het beleidsplan steken. Like, iedereen moet geabonneerd zijn op Bart Meesen of het is verboden om te abonneren op Bart Meesen. Ik ben er nog verboden. Niet over uit. Oké. Okay. Verboden. Dat is de wereld, hè. Wie dat daarop abonneert, verdient doodstraf. Verboden te abonneren. Nee, nee, niet de doodstraf. We sturen die naar Wallonië. Goho. Zeg, Wallonië is toch schoon? Ja, het is dat, hè. Hey. Maar we moeten van Wallonië af willen. Bart Meesen zijn. Ja, er moet hier alweer gemodereerd worden in de live chat, hè, kinderen. Ja. Niemand kan zich ooit gedragen op deze shitshow. Nog steeds. Het is daarom dat we dat wegfilteren. Ik ben dat niet aan het in beeld brengen, hè. Nee, nee. Oké, dan is het goed. Wat zie je hier nog allemaal? De doodstraf komt terug. Ik weet niet, daarvoor moeten we de minister van Loesje Zaakskes hebben. Die kan daarover meespreken. België cannabis legaliseren en zo. En Brugge daar. Maar dat is heel logisch. Weet je, ik zal nog een geste doen voor de Waalse kopaas. Minimum pensioen van 1500 euro. Dat is...
Dat is weer zo'n fantastisch punt, want zowel John Crombé als Tom van Grieken willen dat allebei. En ik ben zeker dat we wel dat ook willen. Als we nu 1500 en 1 euro doen, dan hebben wij het meeste geld. Gaat er nog meer stemmen op ons, hè? Ja, maar een volledige euro is wel veel, dus 1550 euro. Allee dan. Allee, 50 cent, hè? Ja. Dat is voor België. Voor Vlaanderen, ja, voor alle duidelijkheid, AVVVVK, dat staat voor K, hè. Niet voor Christus, want dat is met een C. Dat spreekt voor zich. En dan alles moet kapot. Ik vind dat we weinig geïnspireerd zijn om Vlaanderen te verbeteren. Iemand zegt vapen illegaal maken. Ik vind dat niet erg. Ik vind dat ook niet erg. Ah, wat? Nee, ik zou dan eerder zeggen van roken. Maar dat is gewoon normaal roken, hè. Nee, want roken... Cannabis perfect te doenbaar. Rokers hebben nog iets of wat van waarheid. Die vapers die komen vlak voor je neus aan en dan in je gezicht blazen. Wat dat? Dat is lekker. Ay, dat is... Maar dat is ruim. Dat is geen rook, dat is damp. Nou wel. De Congo van Vlaanderen maken? Nee, nee. Congo heeft ebola, wij willen geen ebola. Het is al erg genoeg dat we met TBC en schurft in het Noordstation zitten. Dus nee, laat Congo maar voor wat het is. Allee, zeg ik als jullie dictator Maximus, hè? Ja, iemand zegt ook privatisering van de lijn, maar dat had ik ook al gezegd, hè. Het grootste deel van de werknemers van de lijn zijn chauffeurs van zijn aannemers. Ik zou zeggen, zo de lijn en de NMB's en zo privatiseren die shit. En luchtvaart, alleen luchtmaatschappijen, alleen de luchthavens, alles privatiseren. Nee, niet alles. Kapitalisme is veel beter, jong. Nee, ik vind het van niet. Want, dat is wel gezellig zo. Je weet sowieso dat je een verbinding hebt. Ze moeten die hebben. Als je dat privatiseert, is ze van, ah ja, zoek dat, het uit. Ja, ja, maar dan komen er apps. Op. Nee, maar dan komen er gewoon apps. De markt lost dat uiteindelijk wel op, is het hoopvolle idee. Een Uber, maar dan voor de lijn. Misschien nog iets. Iemand anders zegt een gamer als een relatie- en carrière-status maken. Dus dat je nu kunt zeggen, ik ben single of ik ben gamer. Ja, take it up with Facebook, zou ik zeggen. Ik bedoel, of dat je nu gamer bent of niet, je zult ongehuwd zijn. Waarschijnlijk voor de komende 40 jaar. Waarschijnlijk. Oh. Accents op alcohol afschaffen. Maar... Goh... Dat maakt het goedkoper. Dat maakt het goedkoper, maar... Ja. Is het wel goedkoop genoeg als je... De kwaliteit wordt niet beter, hè. 80 cent voor een halve liter genot. Zijn je weer aan het verkopen? Wij worden nog steeds niet betaald door de Aldi, hè. Nog niet. Geen accijnzen op alcohol en tabak. Oh ja. Maar alleen in Vlaanderen. Dan komen die dat allemaal in Vlaanderen kopen. Ah. Dan verdienen er ook niks aan, hè. Nee, maar dan kunnen we die miljarden transfers een keer terug zien komen. Voilà. Ja, die komen alles naar hier kopen, dus onze winkels gaan bloeien. En als die winkels gaan bloeien, gaan die goedkopere deals maken en dan is de consument beter. Ja, klopt. Vergeet niet dat we uiteindelijk nog 8 miljard tekort hebben voor NASA te maken. Ja, voilà. wij willen wel op de Mars komen. Allee, op Mars komen dus. De planeet, hè. De planeet Mars. Want... Waarom Mars? Waarom niet naar Uranus? Sterf. Steekt hem in de noek. Hij gaat in de noek, godverdomme. Nee. Vlaanderen, Marsbasis. Maar de planeet, hè. Want ik weet... Guy Dazeleren, die denkt direct aan zo'n sneakers-achtige toestanden. Maar het is de planeet Mars. Dus een Marsbasis. Dat eigenlijk, ja, daarvoor zouden we misschien de eindbaas moeten inhuren. Zelfmoord legaal maken? Of,
geloof. Ze noemen dat euthanasie. Wat gaan ze dan doen als je dood bent? Je krijgt er effectief boetes voor. Ah, ze steken je lijk in het gevangen. Dat is zo. Je kind heeft zelfmoord gepleegd. Hier is €3000 boete omdat hij dat heeft gedaan. Ja, maar hij is met onder een trein en die krijgt er effectief een boete voor. Ja, maar ja, dat ga ik erbij zetten. Geen boetes voor nabestaanden van treinzelfmoordslachtoffers. Oké. Want nee, maar dat is echt waar, hè? Dus, ja, maar ik vind op zich. Uw tante, uw moeder, whatever, die pleegt zelfmoord, ze springt van een trein. Oei, triest, hè? Je begraaft haar een week later, hoe kon het? En dan komt een NMBS af met een rekening voor de vertraging die ze opgelopen hebben. Gelijk alsof ze het anders niet zouden opgelopen hebben. Iemand zegt ook Mein Kampf legaliseren, maar dat is toch al legaal? Mein Kampf is legaal. Nee, ik denk dat nooit verboden is geweest in België. Maar dat is ook... mensen mogen dat terug publiceren, hè. Want copyrights zijn er vanaf na 60 jaar. Of na 70 jaar, wat is het? Trein zelfmoord. Is dat een woord? Ja, nu wel. Weet je, Walen zijn over het algemeen depressiever dan ons en ook armer. Dus ik vind dat die ook geen boetes moeten betalen daarvoor. Zeg nu nog eens dat ik een Walenhater ben, hè. Ik zou het trein-euthanasie noemen. Dat heeft zo toch een beter klankje als zelfmoord. Trein-euthanasie. Ja, pak dat. Trein-euthanasie. Voilà. Ik hoop dat ik dat juist geschreven heb, hè, maar jullie kunt daar ook naar kijken. Hè. Dat was voor een andere. Nou, okay. Dus we zijn hier momenteel nog bezig met Vlaanderen en België op te lossen. Hè, maar Vlaanderen is al redelijk kick-ass. Hè, ik weet niet. Homohuwelijk verbieden, waarom zou je dat willen? Maar nee, dan zijn er meer vrouwen voor de rest. Ja. Zeg jij achterlijk? Wie zegt dat hier? NSB-front. Ik zit hem in de noek, hè. Is het NSB-front? Moment. Ja. Ik heb hem in de noek gezet. Is het time-out? Up. Time-out. Als er mensen zelf willen komen meespreken, dan moet je op Discord in vettige klap komen. En dan zal Pim zijn jeugdige hand een gelukkige selecteren. Alleszins, Urbain heeft een voorstel, dus we zullen er iets naar luisteren, hè. Urbaintje, jij hebt het woord. Zeg het maar, Urbain. Oké, dat was het dan. Dag. Proficiat, Urbain. Mag ik spreken? Ja. Ah, oké. Okay. Het onderwijs eindelijk verbeteren en niet een hervorming maken dat op niks trekt. Heb je iets specifiekere uitleg? Want bijvoorbeeld in de provinciehoofdsteden een school maken, of in de grootsteden, die natuurlijk in het privé zit, voor leerlingen met een hoger IQ, zodat die leerlingen, want dat zijn leerlingen die onze toekomst moeten verder zetten en die de wetenschap moeten verder zetten, zodat die leerlingen het gemakkelijker hebben en niet onderdrukt worden door de lessen die nu worden gegeven. Hoe worden ze onderdrukt, in voor alle duidelijkheid? Maar nu wordt er alleen maar aan de leerstof gegeven. Dus bijvoorbeeld, ze krijgen niks van extra uitdaging en alles haal ik veel te traag voor die leerling. Dus waarom gaan we die leerling dan niet gewoon op een andere manier laten les krijgen, zodat zij het gemakkelijker hebben en zodat zij beter kunnen openbloeien? Bedoelt je die leerlingen op een andere manier? Wilt je zeggen dat leerlingen die overduidelijk slimmer zijn dan de rest van de klas op een andere manier moeten behandeld worden? Maar ja, kijk, weet je, het ding is, die leerlingen hebben nu zoveel... Die vervelen hen zo zwaar dat ze gewoon dan niks meer gaan doen. En ze moeten eigenlijk de eerste uitdaging krijgen, zodat ze blijven leren en zodat ze blijven verder gaan. Dus eigenlijk gewoon het niveau optrekken, maar ja, de mensen die afvallen gewoon dumpen in een lagere klas. Maar weet je,
Dat is, zo zou ik het oplossen. Het moet gewoon de lagere klas. Maar kijk, bijvoorbeeld, ik weet nog dat er in een wetenschapsklas bij mij, dat er sommige kinderen van wiskunde niet eens mee kon. En dat zat in de hoogste wiskundige richting toen. Ja, dan begrijp ik niet. Dan begrijp ik niet waarom dat sommige kinderen die het dan wel kunnen gemakkelijk hebben, zich moeten aanpassen aan al die kinderen die eigenlijk in de verkeerde richting zitten, maar daar gewoon worden ingestoken door hun ouders. Ik wil nu een beetje. Ja, het is een persoonlijke ervaring, Rubenke. Ja. Ja, oké. Okay. Ik denk, wat dat je wilt zeggen, is niet heel dom. Ik bedoel, eigenlijk zou onderwijs meer geïndividualiseerd moeten worden. Gekeken naar de leerlingen zelf, naar wat kan de leerling en dergelijke. Maar dat is gewoon niet mogelijk, omdat we te veel kinderen hebben en te weinig leraren. Dat is een knelpunt beroep. Misschien nog niet zo erg als cipier, maar er zijn er niet veel, er zijn er niet genoeg. En waarom zou je? Het is een ondankbare job. Dus, Ja, maar kijk, als die leerlingen nu allemaal die het wel zo gemakkelijk hebben op school, als zij nu in, er moeten daar niet veel scholen voorkomen, hè, maar als zij een 10 aantal scholen over Vlaanderen verspreid voorkomen, dan hebben we wel genoeg scholen voor het aantal leerlingen die hoogbehaast zijn. En die leerlingen gaan dan veel gemakkelijkere kindertijd hebben. Want nu, die leerlingen hebben dat echt moeilijk met hun eigen te vinden. Want op sociaal vlak hebben die het ook altijd. Die zitten vaak op een andere hoofdlengte als leerling met een gemiddeld IQ. Ja, maar ik denk dat alle pubers, of dat ze nu oliedom of hyperintelligent zijn, het moeilijk gaan hebben met hunzelf. Dat is gewoon deel van de puberteit. Ja, dat is waar. Ja. School kan op veel manieren beter, maar je moet met specifieke oplossingen komen. Ik heb hier opgeschreven, het plan urbain is ons 5e punt. Maar ja, je moet wel met een plan afkomen. Hè. Ah, wel? Ik heb toch gezegd? Ik wil het uitgeschreven zien. Ik heb niet geluisterd. Tegen morgen 500 woorden, oké? Allee. Ja, jee. Okay. Dat was er eentje. Dat was er ene, ja. Zet hem maar weg of dergelijke. Zijn er nog mensen met goede ideeën? Misschien beter dan het plan urbain? Ik zal hem wegzetten of wat? Stimuleer intelligentie. Nee, nu kom. Simuleer. Oké, Europa. Kinderen. Voor eerst. Europa moet kleiner gemaakt worden. Dus we gaan het Iberische Schiereiland loszagen. Een goed plan. En Spanje en Portugal gaan gewoon midden naar de Atlantische Zee drijven. En het gaat misschien zelfs groter zijn, want we kunnen een eiland van plastic bouwen. Voilà, dat is hoe dat we Europa kleiner maken. En we vernoemen dat naar Atlantis. Maar dat is al de Atlantische Oceaan. Nee, maar als we dat Atlantisch noemen, hebben we Atlantisch gevonden. Dan kunnen we die vraag afschrijven. Weet je, kunnen jij je dochter Atlantisch noemen? En dan mogen jij haar vinden, ze. Dan kan iedereen haar altijd vinden. Voilà. Hoge snelheidsduiven moeten hoger getaxeerd worden. Wat vinden jullie daarvan, kinderen? Er is hier ik heb hier een artikel van op Vught News. Er is een duif aan 45 km per uur geflitst in Duitsland. Ik vind, persoonlijk gezegd, als mensen met een speedpedelec een helm moeten dragen, en wel duiven ook. Ja. Kleine van die helmjes al zo. Ja, ik vraag mij gewoon af, is die een gechipt, is die een ingeënt en van waar komt die nou? Kun je een boete sturen naar die eigenaar. Voilà. Als die een eigenaar in Frankrijk woont en die is in Duitsland geflitst, ik vind dat die een beboet mag worden. Onmiddellijke betalingen. Dat was een zone 30, hè? 15 kilometer terboven. Met een correctie van 5 à 6 kilometer per uur, dat is nog steeds 10 te veel, hè? Absoluut, ik vind dat ze die duif moeten opsporen en ja, zwaarder. Ze moeten daar een voorbeeld van maken. Als
Heb je dat gezien van die opgepompte elektrische fietsen die in plaats van 25, 45 per uur halen? Als dat niet mag, dan mogen duiven ook niet meer. Uiteindelijk zijn het toch ratten met vleugels. Voilà, goed gezegd. Dank u, dank u. Wat vinden we trouwens van peren? Allee, ik wil maar zeggen, ik heb nog twee, ik ga dat hier bij België zetten. Peren zijn verboden. Ik heb iets tegen peren. Oké, dan, ja. Nee. Dat is... peren zijn lekker. Dat is gemakkelijk om op te eten. Dat... Een appel kan soms te hard zijn. Boven, onder, zijkant. Peren zijn gewoon misvormde appels. Nee, zo'n die zachte peertjes, dan moet je gewoon zo de bovenkant afbijten en je kunt dat gans in één keer opeten. Dat is super gemakkelijk. Dat is gewoon een snack on the go. Je moet geen mes kunnen om te schillen of te snijden. Appels zijn beter. De eerste vrouw op de lijst moet ook luisteren naar de president Maximus. Ja, want we kunnen nu altijd in de keuken zitten, hè? Jij hebt Maximus in uw naam. En ik wel. Nee. Peren zijn verboden. Ik kijk er toch cynisch naartoe. Ja. Dan ga ik wel naar dingen, hè. Naar Frankrijk. Nee, wacht. Nee, niet naar Frankrijk. Maar naar Nederland Rusland. Achter mijn peren. Naar Rusland. Of naar Rusland achter mijn peren, ja. Werklozen verplicht laten werken in dierenasiels. Alhoewel, ik vind dat nog een goeie ding. Als wat? Werklozen verplicht laten werken in dierenasielen. Ik vind dat nog... goed. Voor in Vlaanderen dan, want Wallonië... Maar gewoon werklozen... Ja, werklozen. De personen die niet werken. Personen van... Die moet je toch aan het werk zetten? Anders... van een andere arbeidsingesteldheid. Ja. Ja. Ja, waarom moeten die werken in een dierenasiel? Nu, ja, het is misschien een beetje kort door de bocht, hè. Maar aannemende dat de werkloze ook van, het, van de islam geloof is, dan hebben die schrik van honden. Of toch, ze zijn daar niet zo happig op. Happig, zoals de Chineesjes, hè. Ja, Chinezen zijn wel vrij happig op honden. Dat is mooi, dat is mooi. Goed gedaan. Goed gedaan. Verder met Europa. We moeten Wallonië verplichten tot uitsluitend Franstalige inzendingen naar Eurosong te sturen. Weet er iemand waarover dat ik het heb? Ja. Nee. Latijn, al die shit. Die zingen altijd in het Engels. Dat is niet tof, hè. Ja. Ik heb het over dit. Wat wil dat ook? Ai, het is Frans. Maar heb je deze jaar al in? Wacht, iemand mij zeggen in welke taal hij aan het zingen is, want dit is volgens mij geen Engels. Maar ik vind vooral dat lied niet wake-up, maar ik val er gewoon in slaap van. Wel, die kerel doet niks, die stopt er gewoon. Ja. En als je de tekst leest, ja, kennelijk gaat het over het klimaat, maar dat wist ik niet, hè. Dat is, I don't need your lies, I need truth. Ja, fantastisch, hè, maar... Ja, termee dat ik zeg, we moeten voortaan Wallonië... Maar het is voor een eigen goesse, we moeten ze gewoon verbieden van niet in het Frans te zingen. Ze kunnen het zo goed in het Frans. Voilà. Maar het is nog altijd Frans, hè. Wie, oui, oui. Heb jij iets tegen Frans? Ja. Ja. Ja, maar ja, ik vind nu al dat er een redelijke dissonantie binnen de partij is. Ik heb graag Frans, ik kan Frans. Je parle très bien le François. De Fransen, die ken ik ook goed, hè. S'avonds op café, hè. Ja, de Luc. De Luc. En de Mark. Goh, de Mark.
Laten we hier terug beginnen met onze punten, hè, mannen. We zitten aan punt 30, maar weet dat we heel veel punten hebben overgeslagen. Pim, dat is uw voorstel, hè? Ja, ja. Ja, lees het eens met mooie stem voor. Ah, wel. Groenland en IJsland van naam verwisselen, want dat is veel te verwarrend hoe dat nu is. Ja, ik ben daar volledig mee akkoord. Ik wil wel eens iemand zien in de comments of dergelijke die daar niet mee akkoord is. Nou. En dan verboden te abonneren op Bart Meester. En wel, nogmaals, ik wil eens zien wie dat daar niet mee akkoord is. Dat zijn ze. We hebben nog... Ja, toch een dikke... Er zit er eentje goed in. Ananas pizza afschaffen. Ik vind dat dat... Ja, dat mag op de wereld. Dat mag op de wereldkaart. Ja, maar wacht. Ja, misschien niet wereld of zo. Op Hawaii of zo, zou dat wel mogen. We zijn nu wel Europa? Een beetje mensen aan het... Er zijn mensen die echt heel graag ananas op hun pizza hebben. Maar wat doen we dan met die mensen? Allee, ja. Zijn ook maar mensen, hè. Ja, maar kijk... Die Lennart zegt ananas, al. Ananas, ja, dat Lennart komt van ergens ver weg. Dat moet overkomen met een boot of met een vlieger. Dus dat is slecht voor het klimaat en zo. Dus ik zou dat ook uit, uit klimaatsoverwegingen doen. Ananas hoort niet op een pizza. Dan stel ik voor dat we bij België zetten. Geen ananas op... Oh shit, wat heb ik hier gedaan? Ja. Iemand anders zegt ook dat hij niet akkoord is met Groenland en IJsland. Want dat, dat verschilt als een intelligentietest. En hij zegt, als je dat verschil niet weet, dan ben je dom. Maar ik vind het eigenlijk redelijk gemeen. Heeft hij u net dom genoemd? Is de ik denk het. Ja, maar u ook, want jij was er ook mee akkoord, hè? Ik ben er mee akkoord, maar ik geef toe dat ik dom ben. Ja, oké. Okay. Maar ik vind gewoon dat hij een... Ik vind gewoon dat België dom is, want hij komt met zo'n stelling, dus ik... ik verklaar uw uitspraak ongeldig. Sorry, Belg. Maar als we nu een keer gewoon Groenland en IJsland bijeenzetten... Of het land plaats verwisselen. En gewoon land noemen. Maar ik denk dat dat gebeurt wanneer dat we het Iberische eiland loszagen. Dat gaat wel een beetje golven veroorzaken. Ah, ja. En IJsland gaat zo wat weggeduwd worden richting Groenland. Of noem dat Groenland gaat richting IJsland geduwd worden in onze nieuwe wereldorde. Ah ja. Ik wil nog iets toevoegen aan Vlaanderen, want we zijn eigenlijk territorium kwijtgeraakt, laten we eerlijk zijn. Bij de Hollanders. Bij de Hollanders, absoluut. Ja. Zeeuws-Vlaanderen, dat is van ons. Voilà. En Nederlands-Limburg ook. Ja, dat is Limburg, hè. Limburg is België. Ja, nee, je hebt Nederlands-Limburg. Ja, nee, Limburg is België. Kun je een map tonen? Nee, Limburg is België. Ah, dat is Holland, ze moeten misschien belastingen betalen in Nederland, maar Limburg is België. Wel, maar dat officieel in onze grenzen komt. Wel, dat vind ik ook. Want die mensen, die kijken liever naar de VRT dan naar de NOS. Toch ene dat ik een keer ontmoet heb, die zei mij dat. En... Ik dacht, oké, dan zullen we u annexeren. Maar heb je ook die grens al bekeken? Je hebt zo de Maas, hè? België heeft eigenlijk een heel gedeelte grens, een heel gedeelte land dat wij daar hebben. In Nederland, en dat is gewoon de Maas dat wij hebben. Niks van land, hè? Gewoon een stukje water. En de Hollanders hebben dat niet. Ja, maar daar de grens tussen Nederland en Antwerpen, bijvoorbeeld, zijn er keiveel... enclaves, Belgische enclaves binnen Nederland. Dat is ja, administratieve rompsomp waarschijnlijk. Dus Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Brabant en Noord-Limburg of Zuid-Limburg noemt dat dan, terwijl dat eigenlijk de noorden is. We gaan gewoon de Limburg, de Brabant en de Vlaanders terug verenigen. Luxemburg bij Vlaanderen, wel nee.
John Doe. Luxemburg? Nee. Dan mogen die Duitsers of Fransen nog hebben. Luxemburg bij Spanje en Portugal. Ah, gaan we dat eruit zagen of zo? Ja, bij Spanje. Ah ja, en dan hebben we een groot meer. Ja, dat kunnen we zo. Ja, ja, voilà, dan hebben wij een meertje waar dat je een keer met uw Luxemboot, dat we terugkrijgen van de Walen. De Luxemboot in Luxemburg, ja. Volassen. Oké, voilà, hé, maar we hebben al bijna een 70 punten programma. Ik wil maar zeggen, zo moeilijk is dat nu ook niet, hè. Gewoon wat tikken. Nummerke 7. Ja, wat kunnen wij nog veranderen aan Vlaanderen? Iemand zegt een wapenhandel. Start Vlaanderen ook een wapenhandel? Ah, maar ik denk dat de Walen dat al vrij goed doen. Ja, we kunnen... Nogmaals, daarvoor hebben we vlot nodig, hè. Waar zit hem? Ja, ik weet het niet, jong. Het is te plezant, joh. Vertagen. Voor iedere Belg een geweer. John Doe, houd uw bakkes. Je weet niet eens wanneer dat je een en een moet gebruiken. Overduidelijk. FN zijn Walen, inderdaad. Ja, FN doet dat redelijk goed. Allee, dat zijn toch goede wapens? Die zijn echt redelijk bekend. Dat ja, zit maar zelfs in Counter-Strike, hè. Zeg maar, die een Belg, hè. Die een gast die zegt achterlijk. Eerst zit hem op mijn Groenland-IJsland punt te kakken. En nu zegt hem dat hem zo de Middellandse Zee wilt laten opdrogen voor meer land. Maar jij zei het vergeten, manneke. Wat doet je dan met al die vruchtbare land aan de kust? Wat doet je met Venetië en zo? Ah, daar denk je weer al niet aan, hè. En die mensensmokkelaars die miljoenen geïnvesteerd hebben in vlotjes, die gaan nu allemaal aanhangwagens moeten kopen. Voilà. En dan nog, hè, als jij naar Zuid-Frankrijk op vakantie gaat, waar ga jij nu zitten? Je hebt niet aan de kust dat je kunt gaan zitten, hè, manneke. Die is niet de slimste van de wereld, hè, die een Belg. Ja, maar kijk, de opwarming van de aarde gaat zorgen dat de kust, de Noordzee, opdringt. Dus dat kunnen we gewoon opschuiven naar onder. Ja. Wat gaan we opschuiven naar onder? Ik was niet aan het volgen. Alles? We gaan gewoon België en gewoon alles Europa opschuiven naar onder. Maar nee, het is daar te warm. We gaan naar boven. Maar, nee, we gaan naar boven, voor de klimaatsverandering. Maar ja, dan gaan we in de zee. Wat als wij nu zo op je gaat zo vroeger land, Doggerland, tussen ons land en Verenigd Koninkrijk, had je het Doggerland. Als we ons nu daar plaatsen, daar is veel ruimte. Wie gaan we daar plaatsen? Onszelf? Ah, ja, onszelf. België. Ja, maar ja, daar is geen metro, daar is geen bus. Je kunt nergens naartoe. Doggerland, daar brandt de lamp niet extra. Ja, we kunnen daar Palestijnse asielzoekers en dergelijke steken. Ah, ja. Maar toch niet. Nee. Hebben ze daar zelf stoofvlees? Ah, ja. Stoofvlees... Ah, we maken van stoofvlees een nationaal gerecht. Maar dat is het al. Nee, maar dat minimaal één keer in de week moet geserveerd worden. Ja, voilà, op donderdag. Hey, maar voilà. Dat is wel veel donderdag werk. Donderdag stoofvlees. Ja, dan moet je weten het, hè. Donderdag is stoofvlees. Ja, voilà, je doet dat op de woensdag namiddag. Doe je dat dan maar. Voilà. En uw kind is toch vrij de woensdag namiddag, dus je kunt je kind laten werken. De kindjes zijn gaan werken. Ah nee, wacht, die moeten al... Oh, maar dan doe je dat op maandag, hè. Je maakt dat al op voorhand, hè. Maar maandag en vrijdag al een vrije dag, hè. Maar kijk, ja, maar de kinderen ze doen dat woensdag namiddag, maken zij de stoofvlees. Ah ja, vrij. Dan kan dat goed sudderen en zo. Dat gaat perfect zijn, hè. Ah ja, in plaats van arbeidsmarkt ga ik hier stoofvleesmarkt van maken, hè. Slim. Ja, dank u. Dus donderdag stoofvlees en dat wordt gemaakt door de kinderen en dan kunnen ze niet spijbelen. Voilà. We maken spijbelen voor het klimaat illegaal. Spijbelen met toestemming van... Het kan mij niet schelen. Als je wil spijbelen voor het klimaat, doe dat waar. Maar spijbelen met toestemming, toestemming is al spijbelen, hè. Van kaart. Is verboden.
Maar spijbelen met toestemming, dat kan toch niet? Maar ja, net als gezien toestemming. Ze noemen het wel spijbelen, hè. Maar dat is toch gewoon afwezig zijn dan? Dat is toch niet spijbelen? Spijbelen is net als je geen toestemming hebt. Ik ga het hier toch laten staan. We hebben nog ruimte voor één punt om Vlaanderen te verbeteren. Oei. Maar het moet echt Vlaanderen zijn, hè? Ja, het gaat hier wel over Vlaanderen. Oei. Dat is een moeilijk. Zeker omdat... Kinderen met de naam Aluna worden verbonden van de auto te nemen. Palindroomnamen. Ah nee, shit. Ik ken een mens genaamd Bob. En die is tof. Ja, dat is ook een palindroom, natuurlijk. Nee, dat kunnen we ook niet doen. Moeten we iets doen aan... Nee, maar we hebben het al, hè. Spijbelen met toestemming is verboden. Ja. Dus daar hebben de klimaatkinderen al bij een pietje. Figuurlijk, hè, want het zijn meestal meisjes. Alles moet kapot. Ik vind dat... Ja, dat klinkt wel, maar... Ja, ik ga het laten staan. Anders raakt ons 70-puntenplan niet vol. Het is nu om 12 uur nog. Kom maar, jongens. Geen onzin. Geen kinderen gebruiken voor politieke propaganda, zegt onze favoriete John Doe. Ja, John, doe maar. Ik bedoel, alles wordt gebruikt voor politieke propaganda. Ik hoorde laatst iets over dat feministen en veganisten de handen bij elkaar hebben geslagen om te zeggen van echte feministen eten ook geen eieren en drinken geen melk. Omdat dat van vrouwen komt. Weet je, dat is ook vrouwenmishandeling. Want koeien zijn vrouwen. Ah ja. Ik snap hun logica wel. Oké, ja. Dan niet. Kaas verbieden, dat stinkt. Zet hem in de noek. Hebben wij een noek op YouTube? Nee, hè? Jawel. Time-out. Ja. Time-out. 5 minuten in de time-out. Voilà. 5 minuten time-out. Ik heb hier wel iets gezien. Streekbier van Cara uitbrengen. Zo een zwart bierje van de Colruyt. Zo de Cara Plus of zo. Dat zou misschien niet slecht zijn. Ja, maar jawel, Cara maakt u blind. Ja, maar hey, het is goedkoop, hè. Voor dat geld kun je niet sukkelen. Oké, je wordt er blind van, maar ja. Je wordt er wel blind van, ja, maar... Je bent toch de meeste rijk, hè. Of economisch niet blind worden, ja. Ja, er is hier... C-chat is van alles aan het zeggen tegen mij, maar hij moet maar in de Discord komen, hè. Het wienertje. Oh, we maken prostitutie legaal. Overal, of... Wel, in heel Vlaanderen of België. Dat is extra inkomsten, hè. Plus die mannetjes dat verkrachten. Kunnen wel zetten op, maar kunnen 50 euro gaan uitgeven. Maar kijk, als je prostitutie legaal maakt, ga je misschien de prijs naar omlaag helpen. Ah, wel, waardoor dat 20 euro mensen... Ja, zou je niet zeggen? Ik zou wel nog altijd nee zeggen, maar de drempel... Is lager, hè. Dus je hebt geen excuus van, ja... Oh, ik zit met goesting of zoiets. Ah, ga dan maar naar een hoer. Ah, dat is toch maar 20 euro. Ja, doen we dat op wereldniveau? Europees, Belgisch? Nee, Belgisch of zo, hè. Ja, ik weet niet, zeg. Ik denk niet dat Belgische hoeren daarom de beste. Bah, nee. Maar ik denk, importeren, ik wil... Nee, in de wereld dan. Maar... Nou. Nee, ik sta niet achter prostitutie, want dat heeft ook Loesje Zaakskes erbij. En daarvoor hebben we de minister van Loesje Zaakskes nodig, hè. En de minister van Loesje Zaakskes is momenteel aan het trainen. Dus, ja. Moet de nieuwe Vlaamse televisie worden met subsidies. Ah, het verder kwartiertje moet de nieuwe Vlaamse televisie worden. Boah. Met dat subsidies. Dat merk, jong. Hé. Hey. Weet jij wel niet hoeveel fake news dat je dan moet genereren? Ja, zeg. Maar dat is een pakje, zo. Zo, een keer een livestream om de 2 weken, dat is iets anders, hè. Maar hij heeft wel een goed punt. Kunnen we de VRT nog verbeteren? Verbannen.
Nee, ik vind dat de VRT terug moet omroepen. Moet omroepen. En voor de rest zwijgen. Dus de VRT is sinds december vorig jaar gestopt met via de ether uit te zenden. Nu zou je denken van, ja maar ja, wie heeft er nog een antenne? En wel, ik. Ik had een antenne. En nu heb ik geen tv meer. Nu heb ik die kutsite VRT nu. En die trekt op niets. Geloof mij, een antenne is makkelijker. Dus de VRT moet terug omroepen en voor de rest zwijgen. Ja. En zeg geen niet tekst te veel mensen. Want je ook nog een paar. Ik heb een goed plan, mannen. Wacht, ik heb hier gezien kebabzaken afschaffen. Waarom in godsnaam zijn kebabzaken afschaffen? Heb je ooit al een keer een kapsel gegeten, meneerke? Ja, jongens, ay, kom aan. Als een goed gezopen en dan stuikt binnen in een kebabzaak en zegt voor mijn droom Andalus, dat is gelukzaligheid. Met veel frietjes. Er zijn veel slechte kanten om te zeggen over multiculturaliteit, maar kebabzaken is niet één daarvan. Dus misschien zelfs het beste werken aan multiculturaliteit. Voilà. Nu, ik heb een plan op Belgisch niveau, mannen. Ergens in Wallonië dus, maken we een hele hoge berg, de hoger is het dan een Mount Everest. En dan hebben we daarin toerisme. Wacht. We maken een berg. Ja. We maken een berg in groter dan Everest. Naar het toerisme. Voor het toerisme, ja. Dus anders gezegd, als we nu de Everest gewoon afbreken. Oh ja. Steentje per steentje en het verplaatsen naar Durbuy. Ja. Maar ja, wat doen we dan met Durbuy? Dat is... Maar gewoon op hoogte? Die verzetten we. Houden met een lift. Mount Charleroi, dat vind ik ook wel een schone. Ja. Frankie... En dan kunnen we ondertussen hebben, hè. Je hebt ski resorts dan en zo. Je kunt daarvan gliden dan, hè. Een geweldig idee. Dat zijn allemaal geweldige ideeën. Toerisme gaat... opgaan. Atomium met meer ballen. Atomium met meer ballen. Dat vind ik wel misschien meerdere atoniums maken. Atonium van Brussel, atonium van Antwerpen, atonium van Luik. Waarom zeg je atonium? Elk element. Atonium? Is dat niet atonium? Nee, het is atomium. Van atoom, van een ijzeratoom. Nou, dat weet ik ook. Atoom... Ion. Ja. Ah, wel, ik vind dat irritant. We noemen dat naar atonium. Nee. Dat veel beter. Nee. We gaan ons niet verlagen tot uw niveau. We gaan educatie laten omhoog doen. Atoom. Mannen, ik heb nog een idee. Ik heb dan een keer van een of andere komiek gehoord. Manneke Pies, wat maakt dat 200 meter hoog? Dat is van Alex. Van Alex Agnew? Ja, denk het wel. Als we het dan nu een keer gewoon doen, en dan kun je op de Hollanders pissen of zo. En je maakt in een draaibaar dat je een keer op de Hollanders pissen, een keer op de Fransen, een keer op de Duitsers. Voilà. Ik heb het hier ook al gefixt. Dus een team waarbij. Nee, wat? Ik heb dat hier allemaal. Zeg, ik heb die waarop je kan rekenen, hè? Voilà. Ik heb een... waarom zit ik in de noot? Omdat je het woord atomium niet kunt uitspreken. Allee dan. Het laatste goede idee was een berg, Mount Charleroi. Oh ja. Mount Charleroi. Wat? Kunnen we Charleroi hernoemen naar Kareltje Konink? Ik heb dat altijd toffer gevonden. Maar ja, goed, dat is maar... Weet je, daar heb ik niet mijn politieke, mijn presidentieel maximaal veto voor gebruiken. Nee.
Ik heb het ook veranderd naar peren zijn minder waard dan appels. Want er zijn kennelijk wel nog steeds mensen die graag peren eten. Kunnen wij van Fout Venture het volkslied van Vlaanderen maken? Maar het zijn Hollandse. Je kunt dan misschien het volkslied van de partij maken. Ah ja, oké. Gewoon het volkslied van de partij. En dan maken we eerst in Nederland een partij en daarna hier een partij. Dan mag dat, ja. Het partijlied wordt Fout Venture. Is dat Fout Venture of? Ja, het is Fout Venture. Fout Venture van OG. Iemand zegt hier dat de meerderheid hier precies rechts is. Ja, ongeveer 90% van de bevolking is rechtshandig, no legs. Ja, sorry, maar het zit op mijn rechtse scherm. Hey. Ja, bij mij ook. 9 op de 10 mensen is rechtshandig, klopt. En 1 op de 10 mensen is een kwartiermeester. Ja, ik ben ook linkshandig alleszins. Jij ook? Ja, dat zijn de toffe, hè. Dat schijnt. De VRT heeft daar ooit iets over gemaakt. Blijkt dat Jihad van Pijnbroek ook linkshandig is. Ja. Maar je hebt goeie en slechte, hè. Hoe voelt je nu? Ja, ik weet niet, maar ik ben ook dezelfde seksualiteit als Donald Trump. Dus ik weet niet, jij ook een kaart. Dus kleine schapen? Mijn handen zijn niet zo klein. Nee, ik heb eigenlijk ook wel grote handen. Ik zeg het maar. En je weet wat ze zeggen, hè? Grote handen. Grote handschoenen. Voilà. Nee. Eerlijk gezegd, ik vergelijk mijn hand toch niet, hè, met andere mensen. Ik heb dat wel vaak gedaan. Goh, je ziet dat wel een keer, hè, ja. Ik ben blij met mijn hand dat ik heb. Ja. Iemand mast soms met links. Oei, wij is masten. Ah, uw boot. Ja, ik denk zijn bloeddruk nemen, ja. Ah ja, zo. Ja, dat hij soms... Als hij heroïne moest spuiten, soms doet hij dat in zijn linkerhand. Zie, ah, ook, hè. Dit mag ik wel zeggen, maar... Oh, ja. Jee, YouTube. Oké, we hebben wel veel meer punten dan 7, hè. Jij dacht dat we er maar aan 7 gingen komen, hè. Ja. Ja, oké, we hebben misschien de laatste... Ja... 40, 50 punten hebben we niet. Maar goed... We zijn trouwens toch te laat om nog mee te doen aan de verkiezingen. Dus we staan niet op die lijst. Dus je kunt niet stemmen voor ons. Maar wat je wel kunt doen, is je pakt een alcoholstift mee naar het stemkotje en je schrijft overal stemkwartier. En dan winnen we misschien toch een heel klein beetje. Als iemand van jullie dat doet en je pakt een foto en je stuurt dan naar een van de sergeanten of kwartiermeesters, naar een van de sergeanten door, krijg je een speciale rol. Naar het speciaal kinneke worden dan. Ja, dan word je een speciaal kinneke op Discord. Ja. En dat weet... zijn... Ja? Dat zijn... Die. En er is nog maar één iemand zo, dat is een heel speciale rol, hè. Er zijn er twee. Ah ja, Tetterbot. Radio Tetterbot is ook een speciaal kinneke. Maar goed, weet dat dat allemaal maar voor de schone schijn is, uiteindelijk. Lennart, dan schrijf je nog steeds met je alcoholstift op dat scherm. Ik kan enkel digitaal stemmen, dus. Leert hacken. Ah. Ja. Als je wilt, stuur ik u een hoop stickers van het vette kwartierke en plakt het scherm vol met stickers. Hoe wil ik er geen? Krijg jij er wel? Je moest er gewoon komen halen. Oké, okay, ja. Krijg ik er ook een paar? Maar ja, tuurlijk. Ik ken er wel. Oh, ja. Ik weet zelfs niet meer wat ze liggen. Dat kan ik je zien, hè. Dus als laatste, weet dat als je abonneert op Patreon, geef ik je stickers. Maar weet je, ik geef je ook gewoon stickers als je braaf bent. En als je afkomt, die komen halen, hè. Ik heb dus een pak stickers laten maken van het logo. En dat is fucking fantastisch, want ik heb dit gemaakt. En achteraf besefte ik, hier staat niets op van
naam of YouTube of wat dan ook. Het is gewoon het logo. En niemand kent dit logo. Dus als ze wilt, mogen ze hebben. Gestuurd maar een gele briefkaart naar Medialaan 1 in 1800. Veel voorde. Goed, wij hebben u hopelijk iets wat kunnen entertainen met ons 70-puntenplan, waarvan we lang niet alles hebben. Maar weet je, we gaan toch pas opkomen binnen 5, 6, misschien 12 jaar. Dus we hebben nog even om het aan te vullen. Oh. Wacht, kunnen we niet ergens bij de wereld nog schrijven van het verder aanvullen van een plan? Een plan maken. Oh, wel, ja. Als mensen nog heel goede ideeën hebben, mogen ze daarvan een 500 woorden document maken en naar ons opsturen en een argument. En misschien komt dat erin. En naar ons doorsturen bedoel ik kaar. Nee, ik ben niet van plan om dat te lezen. Zo. Nee. Stuur dus maar naar iemand anders. Naar Pim. Kei veel lezen. Voilà, dat was het. Hopelijk hebben jullie hiervan genoten en toch een beetje gelachen. Zoals deze stream komt morgen online. En voor de volgende stream gaan we het enkel nog hebben over Eurovisie Songfestival. De enige verkiezing die er echt toe doet. Zeg Jante, zeg dag. Dag. Hallo, kus.